Welkom bij de Wereldwaken. Een moment van bezinning en stilte op elke vrijdagochtend in de Dominicuskerk. Rond een wereldkaart worden we stil voor wat daar gebeurt in de wereld. Om uit onze eigen bubbel te komen. Om te zien hoe geloof en wereld aan elkaar raken. En vandaag willen we stilstaan bij Myanmar. Ik lees u voor uit Psalm 78. Hij gaf een bevel aan de hoge wolken en de deuren van de hemel gingen open. Manna om te eten regende op hen neer. Hij schonk hen het koren van de hemel. Ze aten het brood van de engelen en hij stuurde voedsel dat hen verzadigde. Hij liet uit de hemel de oostenwind los, de zuidenwind wakkerde hij aan en vlees regende als stof op hen neer. Vogels zo talrijk als zandkorrels aan de zee, hij liet ze vallen midden in zijn kamp, in een kring om zijn tabernakel. Zij aten en werden meer dan verzadigd, hij gaf hun zoveel zij begeerden. Thank you.
Vandaag willen we stilstaan bij Myanmar, waar de militairen in een staatsgreep de macht hebben overgenomen van de democratisch gekozen presidenten Aung San Suu Kyi. Het volk protesteert daar heftig tegen en tot nu toe zijn er al meer dan 20 doden gevallen. Laten we bidden dat er een vreedzame oplossing komt en een terugkeer naar vrede. Laten we bidden. Laat de dag het zeggen aan de nacht en de avond aan de morgen, dat mensen gezegend worden met licht en vrede. Dat u, God, onze namen schrijft in de palm van uw hand en, om mensen bewogen, de ene mensenhand legt in de andere. Dat wij zo gezegend mogen zijn.